Jack de Gier, na 8 overwinningen op rij is VVV vanavond een maatje te groot. Wat ging er in jouw ogen wel en niet goed vanavond? Ja, maatje te groot. Ze hebben gewonnen de wedstrijd, dus dat is duidelijk. Wat ging er niet goed? Dat zijn twee tegendoelpunten die we gekregen hebben natuurlijk. En je weet dat VVV een lastige ploeg is met veel kwaliteit, vooral in de voorste linie natuurlijk. Volgens mij hadden we dat aardig onder controle. We hebben niet veel kansen weggegeven. Volgens mij één bal die vanuit een voorzet voor de voeten valt van Leemans of zo, die hem naschiet. En tussendoor krijg je zelf wel een aantal goede mogelijkheden vanuit spelervattingen. Met acties van Soufiane vooral voorin. En dan maak je zelf geen goal. En dan krijg je denk ik net voor rust een vrije trap tegen die in mijn ogen geen vrije trap is. Want volgens mij speelt Paul de bal. Alleen je weet wel dat VVV in spelervattingen zowel van de zijkant met het fysiek als rondom de 16 gevaarlijk is. En die valt er dan in en dat is dan een tegenslag. Ik vond, heb ik in de rust ook gezegd, van dat we daarna wel wat de schroom van ons afgooiden. In de laatste 5 minuten van de eerste helft kwamen we wat meer aan de bal. En dat is een logisch gevolg van de wedstrijd. Want we hebben VVV natuurlijk gezien. En op het moment dat die op voorsprong komen, dan geven ze wat meer ruimte weg aan de tegenstander. Komen ze wat meer op eigen helft te verdedigen. En ik heb in de rust geprobeerd om het geloof terug te brengen. Ja, dat daar juist onze kracht ligt. Hè. Voetballen in de kleine ruimtes. En dan probeer je zo op die manier zo snel als mogelijk de 1-1 te maken eigenlijk. Nou, dan valt de 0-2 natuurlijk. Een moment is altijd slecht, maar op een slecht moment in de wedstrijd. In die zin dat je dan twee doelpunten moet overbruggen tegen een ploeg die het verdedigend wel aardig voor elkaar heeft. Nou, we hebben gewisseld om toch wat te forceren. En, we wisten dat de ruimtes klein zouden worden. Dus in eerste instantie hebben we Xavier eruit gehaald, Jasper op de zijkant erbij gezet en Soufiane wat meer vanuit het middenveld laten spelen om op die manier wat te creëren. Waarbij we ook al vrij snel eigenlijk Mackie en Ten Voorde naast elkaar wilden hebben. En later hebben we nog doorgewisseld op 1-1 toen Paul eruit ging met Sylvester erbij. En, dat probeer je wat te forceren. In het achterhoofd, dat heb ik ook in de rust gezegd, moet je met het oog op de periode moet je wel in de gaten houden dat je ook niet kan permitteren om met 3-4-0 tegen de lamp aan te lopen. Want de uitslagen die laten zien dat het heel spannend wordt in de periode. En dat het misschien wel eens op doelsaldo ook beslist zou kunnen worden. Je gaat wel op zoek, maar de kracht en het geloof was er op dat moment eigenlijk wel weg. En vond ik dat we niet meer echte kansen konden creëren die we normaal creëren. Schot van Soufiane nog volgens mij op de rand 16 die dan niet goed raakt. En tot aan de 16 dan prima, maar daarna ontbrak het ons aan de doelpunten die we normaal wel kunnen scoren. Ja, want is dit een tegenstander die jullie misschien ook wat minder ligt, aangezien jullie wat moeite hadden om inderdaad in je eigen spel te komen? Nou ja, dat weet je. Kijk, het gaat er ook om hoe ver laat een scheidsrechter bepaalde overtredingjes toe. Hè? En hun zijn natuurlijk heer en meester in het gebruiken van het lichaam, van het fysiek dat ze hebben. En door steeds kleine overtredingen te maken, om ze niet in het spel te laten komen. Dat hebben hun goed gedaan. Ik vond wel onder andere, ik zal de naam niet noemen, maar dat er één speler van hun 3-4 maakt in de eerste helft. Met al geel op zak. Ja, dan moet je daar wel op een gegeven moment op ingrijpen. En dat vond ik een beetje jammer van de arbitrage. Je hebt nu 2 dagen rust en dan staat alweer de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht te wachten. Is dat lekker nadat je verloren hebt dat je snel weer de draad op kan pakken? Nou ja, lekker. We moeten natuurlijk zorgen dat iedereen hersteld is voor de wedstrijd van maandag. En in die zin is Jong Utrecht dan een wedstrijd die ons weer op het juiste spoor moet brengen. Hè? Want kijk, we moeten niet in paniek raken van deze nederlaag. Dat weet je dat je een goede tegenstander hebt. Hun hebben niet voor niks evenveel punten als wij en staan ook bovenin. Ja, dan kan dit gebeuren. En aan onze taak om dat maandag gewoon weer op te pakken. En onze doelstelling die tweede periode zo lang als mogelijk mee blijven doen en eventueel winnen. Die staat nog keihard als een paal boven water. En daar gaan we gewoon voor. Dankjewel. Okay. Succes, Richter.